Vandaag vaderdag. Wij gaan naar Guus Meeuwis. Dat was heel leuk. De afterparty was ook heel leuk. Dus dat wordt even heftig voor mij. En naar kijkjes, leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is vandaag vaderdag. Dus ik heb vanochtend al cadeaus gehad van Junior en Madelief. Ontbijt op bed en van Guusje. En mooie tekeningen. En nu kom ik thuis waar de andere kinderen allemaal geslapen hebben. Oh, dit is dus... mijn vaderdag cadeau. Oh. Nou, ik heb wel een echt cadeau. Weet je nu al? Ja? Ik heb een reactie. Heb jij wat gekocht? Je reactie? Jouw reactie? Ja, kom maar. Ik wil net mijn ontbijt maken, maar... Hoe heb je dat gekocht? Dat heb ik niet gekocht. Oh, Merel heeft jou gekocht. Ik heb Merel gekocht. En Merel is 18. Ja. Nou, er zit nog een verhaal achter dit drankje. Ik weet niet of je het wel eens vertelde. Toen ik wel jonger was, dronk ik daar best veel. Dat is een Frans ijsdrankje en dat vind ik nog steeds heel lekker. Ik drink bijna nooit meer, maar ik vind het nog wel lekker. Maar toen waren wij een keer in Frankrijk op vakantie. Toen had ik tijdens heel die vakantie wel twee van deze flessen op, denk ik. En toen was mijn bijnaam Ricardo in die vakantie. Ricardo? Had ik alleen maar, ja. Af en toe op de camping, eigenlijk thuis eigenlijk nooit. Nee, bijna niet meer. Af en toe nog een Ricardje. Ja, af en toe heb ik nog een Ricardje. Ik vind dat gewoon, gewoon lekker. Pasties heet het ook wel. Je ziet ook als Pernod. Pernod vind ik niet zo lekker. Ik wil eigenlijk een fles Amarone, want als papa. Ja, als mijn favoriete rode wijn. Maar dan had mama al. Ja. Zo'n dus wist je dan nog niet, hè? Je hebt het al gehad. Ik wist dat hij het wist. Jawel, maar dat heb ik al eerder gehad, want die doosjes stonden hier. Dat is mijn papa's tweede favoriete drankje gekocht. Ik ja, en een. Mijn cadeautje, moet binnenkomen. Oh ja, een kusje is ook goed. Nee, dat kan niet. Ik ga Louis wegbrengen. Ja, wij gaan naar Guus Meeuwis. En Louis die gaat eigenlijk voor de eerste keer bij de buurvrouw, achterbuurvrouw gaat hij logeren. Guusje gaat hem even wegbrengen. Bij de schoonouders van oma Pieter. Op een oma van oma. Ja, 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 die wonen hier achter ons. Wonen de ouders van de vrouw van mijn broertje. En die hadden altijd een hond. En die zag mij lopen met Louis door de straat. Zei, als je keer oppas nodig hebt, roep me. Nou, en vandaag is hij eigenlijk... ja, hij is al een keer ergens anders geweest ook. Anita, toch? Ja, hij is, toen we hem net hadden, is hij bij iemand die bij ons werkt even geweest. En nu is het voor de eerste keer dat we echt hier allemaal lang weg zijn. Vanavond laat pas terug. Het is nu 1 uur. Dus hij gaat naar de buurvrouw. En ja, dat zal natuurlijk wel lekker verwend worden. Brokjes mee, poepzakjes mee. Ja, dat weet ik niet. Je bent zo geklimd, maar het regent, hè? Zo, van Oudenbosch naar Eindhoven. En we gaan naar Guus Meeuwis. We staan hier op een parking. We hebben toevallig VIP-kaartjes. Dus, maar zo VIP is het niet, want het is hartstikke druk in die VIP altijd. En hier gaan we even op de bus wachten. Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ja? Heb je niet een beetje warme kleren aan staan? Nee, oh, ik voel een druppel. Oh, een druppel. Ja, maar misschien gaat het harder even. Oh. Een natte druppel. Zo gaan we. Een reuzenspetter. Heb je zonnebril, Ploortje? Oh. Hip hoor. Hier, die loopt ook aan de gapen. Ja, we hebben een auto. Ja, die heeft nog wel uit kunnen slapen ook, hè? Oh, ja. Ja. En als de één gaapt, dan steek je aan. Ja, dan ga ik ook. Ja, we zijn bij het stadion en we moeten intree 8 hebben. En het is mega druk hier. Ja, die staan al voor de intree. Zijn van ons. Zijn wel een beetje onder dress volgens mij. Nee, die staan voor dingen. Die staan voor ja, er lopen heel veel mensen met onze chique kleding. Nou ja, Eline is ook chic. Je hebt, nou, veel mensen met nette kleren aan. Eline is er ook net. Nou ja. Dit is onze ingang. Dit is onze ingang, ja. Yeah.
nieuwe shit erop. We kunnen nu een busje nemen. Maar we kunnen ook te voet. We zijn heen te voet gegaan. Oh, die busje, maar ik heb echt beenpijn. We gaan gewoon lopen. Dat is een klein stukje. Het was heel leuk. De afterparty was ook heel leuk. Met een DJ en allemaal liedjes. Dat liedje van die engelbewaarder is wel heel populair hier, hè? Bij ons helemaal nog niet zo. Dat is zo'n bekend lied, hoor. Ja. Al populair. Ja. Oh, ik had hem eigenlijk nooit zo vaak gehoord. Ja, hij ging op en ik dacht, zag hij jouw gezicht als je hem niet kende? Toen die begon niet, nee, toen kende ik hem niet. Ik heb een paar keer op de radio gehoord, maar... Ik weet niet. Nou, Eindhoven, wij gaan jullie verlaten. We hebben nog de chocolaatjes gehad. Ik vind die heel lekker. Jij vindt ze niet lekker, maar het is een beetje oude mensen chocolaatje met sinaasappelschil. Maar ik vind dat wel heel lekker. Zit er schil van sinaasappel in? Ja, er zit schil van sinaasappel in. Kan je dat eten? Ja, en chocola. Ben bij jou gebleven. Weet je dat wij in ons citroenijs ook schil van citroen doen? En in ons sinaasappelijs doen wij schil van sinaasappel. Je hebt geen sinaasappelijs. Dat hebben wij wel. Helemaal niet. Ja, waar dan? In de ijssalon. Ja, welke? Alle drie. In Oudenbos. Wat is het? Oudenbos staat hier bijna nooit in. En sinaasappelijs zit ook schil van sinaasappel met de smaak. Dat maak je nooit, hè? Jawel. Ik heb het ook een keer gemaakt. Ja? Met sinaasappelsap en schil. Ja, maar dan, hoe weet hij dan niet dat er sinaasappelschil in zit? Dat weet hij wel. Ik hoor het niet. Hij hoort het niet. Mm. Maar we gaan onderweg nog wat eten. Ja, langs de Mac. Weet ik niet. Ja. Oh, we kunnen ook best wel langs een lekker restaurantje nog. Ja, dat vind ik ook. Nee. Ik zeg gewoon een frietje, een cafetariaatje in Eindhoven. Ja, en de Mac is ook een cafetariaatje. Mm. Ja. Is een restaurant, zeggen ze. De dag zit er weer op. De meisjes slapen al, de oudjes zijn allemaal in Oudenbos. En wij gaan ook slapen. Opa en oma zijn net weg. En het was een hele leuke gesmeeuwis. Morgen staat er een hele bijzondere dag nog op de planning voor mij. Want etteleur, dan moet de vriezer aangaan morgen. En morgenavond komt het vrachtwagentje om de ijsmachine van Oudenbos te verhuizen. En dan morgen, overmorgen dinsdag, moeten we in etteleur gaan draaien. Dus dat wordt even heftig voor mij. Ik hoop dat ik iets vergeten ben en dat alles een beetje, dat ik niet tegen te veel dingen aanloop. Want het is toch wel een hele opgave. Ja, het probleem is als je alles verhuisd hebt en er blijkt toch iets niet te werken. Hè? Het probleem is, je kunt niet terug. Nee, we kunnen niet terug, nee. En de ijsproductie moet heel door, ja. Want het blijft hartstikke het is. Als je kijkt weer waar Roosdaal een ijs besteld heeft vanavond weer, dan morgen nog ijs draaien in Oudenbos. Het was handiger geweest als je in februari had. Ja, dat hadden we moeten doen. Over was geweest. Ja. Als de energiecrisis niet was geweest in september, dan was het ook zo geweest. Dan was die fabriek al klaar geweest. Maar toen was die energiecrisis natuurlijk in de bakkerij. Toen heb ik echt even gezegd, ja, ik hou het even rustig. We gaan even afwachten wat het gaat doen. En toen in januari hebben we toch de knoop doorgehakt. Ja. Dat is eigenlijk te laat geweest. Maar dan achteraf praten is altijd makkelijker. Ik heb er wel heel veel zin in. En iedereen in Oudenbos heeft er heel veel zin in dat alles naar etteleur is. Want het past gewoon niet meer. Het is gewoon... Ja, je ruimt ook niet meer op. Want je weet... Ja, nog even. Maar dat is met alles, hè? Ja, dat is een beetje met ons huis ook. Ja. Thuis hebben we Hier ook niet doen. Heel irritant. Ja. Omdat we thuis ons huis natuurlijk te koop hebben staan. Ja, dan ga je ook niet meer zeggen van, oh, dat... Zullen we dat leuker maken, want dat... Zonde, ja. En dat is hier ook. Hier gaan we ook niet een nieuwe grasmat leggen. Nee. Dus nou een beetje meer een strooimat. Misschien moet je het toch maar in. Ja, misschien moet je toch wel bekend blijven, want ze vinden het toch allemaal wel weer leuk. Ja, dat is toch wel weer heel leuk. Kleintjes, hè. Eigenlijk alleen de twee jongsten. Ja. Ja, voor hun is het al heel leuk. Die missen echt een beetje het Oudenbos centrum, dat ze lekker een beetje goed makkelijk buiten kunnen spelen en een grote tuin. Ja, en wat ook een voordeel is als we hier zijn, als we thuis zijn en ze komen uit school en we hebben het druk, dan gaan we heel vaak nog eventjes zeg maar werken. Ja. Dan gaan ze spelen of tv kijken en zeggen, nou doe maar. Hier hebben we meer tijd voor de kinderen. En hier ben je verplicht, zeg maar. Ja, hier kan je niet even naar de kantoor lopen, dus hier ben je verplicht. Ja, verplicht. Ja, dat klinkt zo. Hier heb je gewoon meer tijd voor. Ja. Zo moet je het zeggen. Dat is goed. Ja. Nou ja, dit was een dagje uit ons leven. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.